gek, man. Waar ben je nou? Ja, hij dook weg. We gaan een stampotje maken van onze eigen aardappels. En een emmer snijwiet. Bijna niet te zien hier. Mooi. Maak voor meerdere dagen uiteraard. Zo. Dat soort maaltijden is gewoon zonde van de energie als je dat maar voor één avond maakt. Ja. Dus wil je energie sparen? Maak maaltijden voor meerdere dagen in één keer. Weet je wat nou het grappige is van stampot met rode snijbiet? Je aardappeltjes worden roze. Wijn aangevuld met zelfgemaakte cider. Oh, dat is zo lekker. Nou, gozer. Ja. Prutje. Eet smakelijk. Kom je nou toch brengen? Ja? Oh, nee. Maar hij heeft de reismand. Ziet hij echt als zijn eigen mand. En alles wat hij leuk vindt, stopt hij daarin. Het is toch ook wel een druif ook. Ah, dan moet hij eerst even vermoord worden. Zo. Ja, moet hij even vermoord worden? Geweldig. Dat is wel leuk. Je bent een maf beest. Ja, red me maar mee weg. Hé, hey, laat mijn voeten er buiten. Nee. Die moet je bijten. Mij niet. Wat heb ik ermee te maken? Oké. Okay. Dat was het, Indy. Nee, weer rust. Jo, jo, de brave kind. Komt er weer. Oh-oh. Geen sok. Nee. Denk eraan. Nee. Het is wat, hè, zo'n druk te maken. Ja, het is wat, hè. Je kunt niet eens voor je rust vinden. Tadam, tadam, tadadada, tadadada, plop. We hebben hem net een week in huis. Het is zaterdag. En zaterdag was de eerste dag vorige week hier. En nou heeft hij in die korte tijd allebei zijn oren overeind gezet. Nou, volgens mij is het geen Jack Russell, maar een vleermuis. Ik weet niet. Ik heb geen verstand van kleine hondenrassen. Is er iemand van jullie die weet waar die het meest op lijkt? De jongen die hem uiteindelijk aan ons verkocht heeft, die zei dat het een Jack Russell was. Een ruwharige. Hij heeft een beetje een parsonbouw, dus een beetje hoger op zijn pootjes. Maar die staande oren, ik heb hem nog nooit gezien bij een Jack Russell. Dus hij zal ongetwijfeld gekruist zijn ergens mee. Deurmat of zo? Geen idee. Het is in ieder geval een ongelooflijke leuke, ondeugende, lieve hond. Sterk karakter. Sterk bouw. Stevig hondje. Met een hele lieve inborst. Maar wel een duveltje. En dat is precies zoals wij het willen. Minky. Ja, dat ben jij. Nou, hij heeft dus daar zijn reismand. En daar verzamelt hij dus alles in wat hij leuk vindt. Dus die mand heeft hij ook geaccepteerd als zijn dagmand. En dat houden we ook zo. Stel dat we hem mee willen nemen ergens heen, dan is dat een vertrouwd plekje. Ja, we moeten proberen die haartjes weg te knippen bij je oogjes. Dat kan toch niet fijn zijn? Ah, dat komt wel. Hé, hey, Nitje, heb je zo lekker gespeeld? We hebben dit nog niet laten zien. Dit is een voorlopige opstelling. En vanaf het moment dat Geert het heeft gemaakt is het gaan regenen en het is niet meer opgehouden. We wachten op een verlengsnoer. Want voorlopig is dit in onze tuin de enige plek
waarbij deze panelen een beetje bedekt staan als het gaat om publiek wat langsrijdt, zeg maar. En waarbij we ook nog een korte lijn hebben naar de kelder. De bedoeling is dat de draad daar doorheen gaat en dat in de kelder de grote EcoFlow Pro gaat staan. En hier hebben wij die panelen gericht op het zuiden, eigenlijk zo'n beetje. Heb jij geplast? Ja. Oh, wat goed van jou. En dan ben je weer helemaal drijvensnat. Ja. Ja, je bent weer helemaal vies. Wat op de planning staat... Is koffie drinken. Is koffie drinken, ja. Dat is een hele goeie. Maar even een uitlegje. Oh. Even een uitlegje. Deze grote jongen, die hebben wij met de laatste storm vanaf ongeveer het vogelhuisje heen en weer zien gaan. En dat is gevaarlijk. Hij staat in verhouding dicht bij ons dak. Hij is hoog. Dus we willen hem gaan toppen. We willen hem gaan zagen. In ieder geval tot ongeveer boven het vogelhuisje. Dat wordt best wel een onderneming. Want hij kan natuurlijk op van alles vallen. Steve zou ons helpen, maar die moet extra nachtdiensten draaien. Dus dat gaat niet. Dus we gaan eens even bekijken of we dat avontuur wel aan willen met z'n tweeën. In ieder geval moet er iets gebeuren. Right. Ja, waar is die kleine? Waar zien we hem? Aha. Ja, hij vindt die geultjes vindt hij erg leuk. Het is wel een gravertje inderdaad. Hij heeft nog niet gegraven, maar hij vindt kuiltjes leuk. En daar is ergens een muis in het gras. Kijk of hij er precies naartoe gaat. Dan gaat hij lopen snuffen op een plekje. Een klein muizenholletje. Nou, eens even kijken of hij het weer terugvindt. Het is iets meer naar mij toe, iets meer terug hierheen. Ja, kijk dan, die sodemieter. Hij gaat dus naar je gereedschaphok daar. Vindt hij ook interessant ruiken. Hé, hey, gaan we doen? Avonturier? Kom eens hier. Pinky. Pinky. Hé, hey, wat is dat? Kom dan. Kom dan. Oh, wat braaf. Goed zo. Braaf. Ja, je bent een lieverd. Hij luistert dus gewoon wel naar zijn man. Kijk, dat hebben we al gewonnen. We doen het een beetje rustig aan met alle trucjes en dingetjes die hij moet leren. Ik wil een touwtje, wil ik, daar tussen die vork hebben. Ja. En dan wil ik hem hier inzagen. En hier dan doorzagen, dus dat hij die kant op valt en dan moet hij daarin getrokken worden. Ja. Dat was deze stand. Maar dat doen we zonder dat de honden buiten zijn. Ja, die moeten we niet buiten hebben. Nee, want daar moet ik niet aan denken dat er zo kipping. Dat er gekopt wordt. Kopbal spelen. Je wint het nooit. Het zijn 3 kronen, Jezus. Ja. Nou, die kleine ligt in zijn bench. Die kan geen kwaad. En nu gaan wij aan de slag. De boom is oud, er zit veel dood hout in, dus hij moet sowieso gezaagd worden. We weten nog niet precies of we hem helemaal weghalen of dat we hem alleen toppen. Hij is in ieder geval te groot geworden. Heel goed. Hier? Ja. Oké. Okay. Je ziet hier op deze staan. Hier? Ja, hier staan. Dan moet deze kant op, anders kan je ook de appelboom misschien een beetje raken. Maar niet dat is wel heel erg. Ja. Even die brandnetels weg hier.
Ja, ik weet het. Hij heeft geen helm. Die moeten we nog halen, maar dit gebeurt eigenlijk nooit. Netjes gedaan. Prima gevallen. Ja, die andere, die leunt. Hij een klein beetje geen goed. Ja, dat wilde hij niet. Maar hij heeft niks beschadigd. We moeten hem bij de waterput vandaan houden, dus ik moet hem daarin trekken. Ja. Dat, het enige van belang is dat er... En hij zal niet... Gaat hij niet op de zonnepanelen vallen? Haalt hij dat? Dat hij niet. Dat hij niet? Oké. Okay. Dat hij daar een hoop hars heeft, is ook niet een best teken. Betekent toch dat hij iets moet bevechten. Je ziet hier dat hij hier rot. Aan de voet. Het geeft een hoop licht, zeg. Die ene top al weg. Als het stormt zitten we altijd vanuit de woonkamer. Dat is dat linkerraam. Met angst en beven naar deze boom te kijken. Want die gaat dat enorm heen en weer. We doen dit ook niet zonder reden. Dat is niet de enige reden dus. Want op deze plaats hier komt de tunnelkas. We hebben een touwtje even nodig, kleine Indy. We hebben een touwtje even nodig. Even zo. Dank u. Dank u, lieverd. Ja, dank je, lievertje. Oh, zo braaf. Kom eens hier. Goed zo. Grote kind, hè. Je bent zo'n lieverd, hè. Ja. In die pindie. Nou, dan gaan we deze even filmen. Die moet hierheen. Kijken of dat lukt. Yes. Lilletje, kom eens hier. Kom. Op de paard. Ga maar. Ah. Deze kan wel het dak raken, dus... Goed zo. Brave kind, Indy. Nou, netjes, Geer. Die ligt ook heel mooi. Oké. Okay. Die moeten we een beetje opruimen. Die moeten we een beetje opruimen, anders kunnen we niet bij die andere. Dat doen we. Krijgen ook die dennenbomen wat meer ruimte daar. Die hebben wij geplant. Netjes. Hij leunt heel erg die kant op. Ja, trekken we dan deze kant op, kan die ook op ons dak komen. Ja, maar die kant moet heel even. Kijk maar, als ik hem die kant op trek, zit deze in de weg. Ja. Dus en daar zit niks in de weg. Dus als we hem die kant op trekken, ja. Hier staat ik een doorgel. Ja. Die kant op. Valt hij waarschijnlijk die kant op. Ja, die kleine zit nu al die tijd in de bench alleen. Maar hij vindt de bench heel fijn. En we hebben het donker gemaakt in de kamer, dus hij zal waarschijnlijk slapen. Ik denk het ook wel, hij was moe. Nee. Nou, de laatste. Dit is allemaal goed gegaan. Even een beetje opruimen daar. En dan hebben we aardig wat werk te doen hier. Nou, daar kan die kleine wel bij zijn. En dan, maar met zo'n
zware boom die valt. Dat wil je niet. Dat wil je niet een kleine pup in de buurt hebben. Kijk, hij is hier met één tak in de boom geland. En voor de rest is hij prima gevallen. Dit vinden de kippen lekker. Dus gaan we even aan de kippies voeren. Oeh, wat lekker allemaal. Oeh, wat lekker allemaal. Dat vinden ze lekker. Hé, Andy? Goed zo. Ja, lange bomen. Dat is altijd link. Moet je wel serieus nemen, zoiets. Ik ben benieuwd of die deze kant op komt. Of dat die bovenop mijn dennen dondert. Laat zien. Nee, bij jou kan je krijgen. Maar het is wel een dunne, dus je kan hem wel een beetje... Hij valt wel te sturen. Ja, hij moet wel een beetje overreed worden. Dus een beetje meer daarin. Een beetje hier zo trekken. Ja. Dus je zorgt dat hij... We gaan het doen. We gaan het zien. Dat is één poging. That's it. Meer krijgen we niet. Leunen. Dus ik denk dat we hem samen rondkrijgen. Maar hij leunt naar rechts. Dus ik denk dat hij naar de bomen wil. Dus ik moet hem hierheen halen. Ja, daar komt hij. Daar komt hij. Daar komt hij. Oh. Ja, ja, ja. Blijf in. Ja. Dat was een harde knop. Perfect, man. Wat ben je nou? Ja, hij dook weg. Nou. Netjes. Zoek. Zoek de verschillen. Zoek de verschillen. Helemaal goed. Hij is perfect geland. Nou, mooi. Toppie. Een oerwoud hier. Koffie. Koffiesoep. Koffiesoep is een goeie. Ik ga soep uit de vriezer halen. Gaan we doen. Een kleine bevrijden. Kruip door, sluip door hier. Kijk hoe ik er doorheen kom. Nou, dat was het einde van de luisterbes. We hebben er nog één trouwens. Het staat aan de andere kant van de tuin. Nou kunnen deze doorgroeien. En dan kunnen we hier de tunnelkast zetten. Je ziet, hij is heel erg begroeid. Op zich is dat niet erg voor een boom. Maar hier zie je dode takken. Flinke dode takken. Het is allemaal dood. Hier ook, allemaal dode takken ertussen. Ja, nou weer er langs. Oké, goed. Nou, dat was avontuurboom. En ik weet het, alles kan altijd veiliger. Dit is goed gegaan, beheerst. Met voorbedachte raden. Zo, laarsjes uit. En aan de koffie. Ik heb een idee. Als we nou gewoon de rest vastzagen, een plankje op, een mooi vogelhuisje. Ja, ik heb een idee. Helemaal wegzagen dat de kast er overheen kan staan. Slecht idee is dat. Oké.
Okay. Nou, maken we er een heel groot plateau voor de vogeltjes van. Ja. Kan. Ja, dat scheelt heel veel licht. Vooral 's avonds. Je zult waarschijnlijk niet helemaal zien de verhouding. Maar hij stond echt dicht bij de woning, zeg maar. Als je de lengte van die takken neemt. Als er wat mee was gebeurd, dan hadden ze op het dak gelegen. En we hebben een houten gevel. Dus waarschijnlijk had dat dan ook nog wel schade aan de gevel gegeven. Mooi. Nu niet meer. Nee. Klaar. Vind je onze video's leuk? Kijk dan ook deze even. Hey, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En we zien elkaar. Bye, tot de volgende.